Ja, voorzitter. Ik kom nog even terug op de opmerkingen die de minister maakte vlak voor de lunchpauze. En die ging over de leenrestrictie. Dat is het eerste stukje van dit blok. En daarin zijn ze wat opvallends in mijn ogen. Namelijk dat het mogelijk is in het nieuwe stelsel dat het individuele potje leeg is. En dan wordt, of tenminste zelfs negatief wordt. En dan wordt op dat moment het potje aangevuld tot nul. Dat is in het huidige stelsel niet mogelijk. Wat de minister hier zegt, u kunt een aantal jaren premie betalen. En dan kan het zo risicovol belegd worden dat u al uw inleg kwijt bent. Dan is het nul. Dat kan nu niet en dat is een behoorlijk risico. En als je slaper bent, namelijk je bent al uit dienst, dan wordt het potje nooit meer dan nul. En begrijpen we hier wat we zeggen? Dit betekent dus dat mensen gewoon hun pensioen kunnen kwijtraken doordat er meer dan 100% belegd wordt in aandelen, de aandelenexposure. Wat is nu de maximum percentage waar belegd in mag worden volgens de wet? Mag het ook 800% zijn, om een voorbeeld te noemen? En welk percentage van exposure is in de modellen van SZW en DNB gebruikt? Zijn ze er uitgegaan van 100, 150, 200, 300% beleggingsrisico? De minister. Laat ik even helder hebben. Het gaat hier over jongeren. En de heer Omtzigt die weet ook dat bij jongeren er meer mogelijkheden zijn om uiteindelijk natuurlijk weer gewoon... Je hebt een langere tijd om ook te zorgen dat dat potje, noem het maar eventjes, gewoon ook weer tijdig gevuld gaat worden. En dat rechtvaardigt ook dat je daar dus dan wat meer risico kunt gaan lopen dan... dat is een beetje de spiegelbeeldige discussie die ik net heb met de heer Nijboer over waarbij de ouderen ook weer risico lopen. En dat is in het huidige uitkeringsovereenkomst is dat lopen ze impliciet, zei ik ook al meer dan 100% beleggingsrisico. Omdat door de spreidingsregels die ook in het huidige FTK gelden, en dat heeft het CBB ook aangetoond. Ik wil er wel op wijzen dat wij ook in lagere regelgeving nog zullen borgen dat die deelnemers aan het eind van het kalenderjaar geen negatief persoonlijk pensioenvermogen mogen hebben. Dus dat is wel een belangrijk uitgangspunt. Het is niet zo dat jaar na jaar na jaar telkens negatieve effecten kunnen gaan optreden en dat je dan daar helemaal niets aan doet. En op dat moment moet dan ook dat negatief persoonlijk pensioenvermogen worden aangevuld. Maar ook hier geldt, het is voor jongeren. Dus zij hebben dan op dat moment ook nog niet enorme pensioenvermogens opgebouwd, ga ik vanuit. Omdat ze nog jong zijn en omdat ze aan het begin van hun carrière staan. Dus die bedragen die zijn dan ook nog wel te overzien. Ik zal even navragen met welke percentages wij hebben gerekend. Dat heb ik niet zo paraat. Maar ik zal even hier checken met welke percentages daar is gerekend. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter, het is natuurlijk wel een groter risico dan we nu lopen. Ook nu kun je gekort worden. En als jongeren zie je dat iets minder, omdat je... Maar je wordt gewoon gekort samen met het collectief. En dan kan je pensioen, wat voor 100 was, dat kan gekort worden naar 90. Dat gebeurt in sommige pensioenfondsen helaas ook. Maar ik heb nog nooit een situatie gezien waar iemand gekort wordt van 100 naar 0. Dat is wel degelijk heel erg nieuw. Je zegt dus tegen iemand, die moet elk jaar pensioen storten. En er is een kans dat er op enig jaar niks meer in de pot zit, omdat we zo risicovol belegd hebben. Maar u moet wel verplicht meedoen. Dus dit is een heel belangrijk punt. Met hoeveel procent risico mag je nou precies lopen en waar is mee gerekend? Is dat 100, 200, 300%? En dat je daar dus aan meedoet. En de tweede vraag, voorzitter, die ik nog wil toevoegen is, ik heb nog even nagekeken. In de pensioenwet zit op dit moment artikel 81b. En dat betekent dat je geleidelijk pensioen mag inkopen. Dan mag je op je 62ste mag je 20% omzetten, op je 63ste nog een keer 20%. Dat is belangrijk, omdat natuurlijk de aandelen en de rentebeurzen die vliegen alle kanten op. Je hoeft op dit moment maar te kijken. Het huisartsenpensioenfonds doet dat ook. En dat kan gewoon verstandig zijn door niet één moment te kiezen, waardoor je enorm afhankelijk wordt van de stand van die dag. En dat is voor de aankoop van een vast pensioen. En die is in een nieuwe wet eruit gehaald. En ik zou de minister willen uitdagen om die gewoon weer in terug te zetten. Want ja, een aantal pensioenfondsen zegt gewoon van, wij vinden het verstandig om niet op één dag uw pensioen in te kopen, maar dat op een aantal momenten te doen. Maar de eerste vraag is heel belangrijk. Hoeveel risico mag je lopen? De minister. Voorzitter, er is niet gerekend met een bovengrens op de exposure. Er wordt natuurlijk wel gezegd, die moet
aanpassen of passen bij de risicohouding die ook voor dat cohort geldt. En dan is dat natuurlijk dat risico, als dat door een jongere meer wordt gelopen, die heeft meer tijd en meer mogelijkheden om dat weer aan te vullen dan bij een oudere. Dus vandaar dat we hier ook daar de kaders wat meer hebben gezegd. Maar nogmaals, die risicohouding die blijft hierin ook wel echt belangrijk. En dat moet zo'n fonds natuurlijk ook meewegen, ook in welke beleggingsrisico's ze zelf willen gaan lopen. Dan zullen ze ook wel niet tot de meest waanzinnige risico's gaan leiden. Want ook uiteindelijk moeten zij natuurlijk ook ervoor zorgen dat de pensioenvermogens wel weer op het eind van het jaar boven de nul uitkomen. Of op nul in ieder geval en niet negatief gaan worden. Dus dat zijn allemaal zaken die zij wel mee moeten gaan wegen. Maar er is dus niet een bepaalde bovengrens of iets dergelijks gesteld. Dan zegt de heer Omtzigt van de geleidelijke aankoop van de vaste uitkering, die wil ik eigenlijk ook hier geïntroduceerd hebben. En hij stelt dat dat in het huidige contract ook zo is. Naar mijn beste weten is dat niet zo op dit moment. De heer Omtzigt afsluitend. Daar kom ik op, dat laatste kom ik dan op terug in de plenaire behandeling 81b en het staffelbesluit. Daar maken die pensioenfondsen gebruik van. Moet je wel een bochtje maken, maar dan kom je er. Een bochtje in de uitleg, zeg ik. Een bochtje voor de minister. Maar ik schrik hier echt wel van. Geen bovengrens in hoeveel je in aandelen mag beleggen. En je moet ervoor zorgen dat het elk jaar tenminste op nul eindigt. Je moet dus verplicht elk jaar pensioen afdragen, zeg 1000 of 2000 euro premie. En dan is er dus het risico in het nieuwe stelsel dat na 3 of 4 jaar je op een gegeven moment op nul komt, omdat er geen bovengrens in zat. Ik weet niet hoor, maar dat is een hele goede manier om ervoor te zorgen dat er nul vertrouwen is in het nieuwe stelsel. Als je je hele potje kwijt kunt raken, terwijl je verplicht moet deelnemen aan iets en je kunt het niet naar beneden brengen, ik weet niet wat u denkt wat voor revolutie hieruit breekt. Dus hoe zorgt u ervoor dat dat niet gebeurt en wilt u alsjeblieft die leenrestrictie eruit halen? En twee, heb ik het nou goed dat er in de doorrekeningen van DNB en van SZW gewerkt is met enige honderden procenten. Als ik zelf nareken, kom ik zelfs tot 800%, maar dat kan ook een rekenfout zijn. Maar echt veel meer dan 100% gebruikt is bij de doorrekening in de risicohouding van de, of in hoeveel beleggingsexposure die 25 jaar geeft. Dat is echt cruciaal. Want als de aandelenmarkt halveert en je zit op een risico-exposure van 300%, dan kom je op min 50% uit. Ik geloof dat we dat wel moeten realiseren. En als het min 50 is, wordt het dan kennelijk aangevuld. Maar dat is natuurlijk, nou ja, ik zal de term er maar niet voor verzinnen. Ja. Maar als het casinopensioen er nog was, dan zou het dat hem zijn. De minister. Nee, voorzitter. Het gaat hier om jongeren. Het gaat hier om een situatie die op dit moment ook al kan. Alleen je gaat hier hem ook nog inkaderen dat je zegt aan het eind van het jaar mag dat dus niet. Je kan dus niet na 3 jaar opeens zeggen gunst, er is opeens, we hebben opeens alles, we hebben het niet aangevuld en het is helemaal na 3 jaar weggezakt. Ze moeten gewoon aan het eind van het jaar kijken of dat het ook nog echt tot nul is. Daar zitten risico's aan. Nee, oké, maar hier om zich zijn, na 3 jaar kun je tot de conclusie komen dat we moeten gewoon echt in zijn totaliteit kijken of het elk jaar gewoon weer in ieder geval niet negatief is. Waarbij daarnaast ook nog aangesloten moet worden bij de risicoprofielen en pensioenfonds natuurlijk ook niet gewoon alle risico's gaan nemen die ze maar eeuwig kunnen gaan nemen. Die zitten ook natuurlijk op een mix waarin ze ook kijken wat is nog verantwoord en wat niet. Dus in die zin denk ik dat we juist wel aan de ene kant de ruimte geven, juist bij generaties die ook nog wel wat risico's kunnen opvangen. En daar staat dus ook rendement tegenover, hè? Dat is ook even de andere kant. Het is niet alleen dat we alleen maar risico lopen, maar met risico zit je ook meestal met een hoger rendement. Dus dat zal ook een weging zijn die hierin wordt meegenomen. En tegelijkertijd dat we ook zorgen dat dat ook weer niet maar heel lang door kan gaan zonder dat daar ook maatregelen worden genomen. Ten aanzien van of wij met 800% hebben gerekend, dat komt mij heel hoog voor. Over. Dat lijkt mij nogal behoorlijk hoog. Ik zal even nazoeken welke percentages er dus ook echt gebruikt zijn geworden in die sommen. Maar 800% komt mij wat hoog over. Dank u wel. Kort, heel kort. Voorzitter. Ik hoor inderdaad graag even met welke percentage er bij DNB en SZW gerekend zijn. Wat is het maximum percentage dat daar gebruikt is? Maar voorzitter, tot conclusie. Ik schrik echt behoorlijk, want nu kun je niet op nul uitkomen.
Nu kan je pensioentoezegging niet op nul uitkomen. Het is de afgelopen jaar ook nooit gebeurd. Mensen zijn wel eens 10% gekort en ook wel eens 15%. Maar die hebben altijd 85% van hun waarde behouden. Ook de slapers, ook de actieven. En als dat nu wel kan, is dat een enorme toename van het risico. De minister. Ja, het is een herhaling van de vraag. Maar ik benadruk nog maar eens. Het is niet zo dat je dus tot in de gloria maar op dat beleggingsrisico kan blijven zitten. Dat neemt juist af in de loop der tijd. Omdat je dan dus ook meer wil dat die risico's gemitigeerd gaan worden. En nogmaals, dat was de spiegelbeeldige discussie die ik met de heer Nijboer had.